Welkom in Antarctica. Ja, jij hebt in Antarctica en ik ben in de Green Room. Weet je wat het mooiste is van die Antarctica? Hmm. Het is die muur die je aan de rechterkant ziet. Aan de andere kant van die muur ligt New York. Serieus? Ja. Iemand heeft een beetje de unbound gedaan. Dus die heeft letterlijk gewoon van blijven swingen. En dan kom je uiteindelijk aan in New York. Echt waar? Ja. Ideaal. Dus het is gewoon een apart stukje van de map. Why won't you help me stop this guy? You're Spider-Man. You've saved the city before. Nou, ondertussen ben ik Just Dance aan het spelen. Just Dance? Oh god, dat belooft over 5 minuten. Look, kid. Not that it's your business. My girlfriend's in Paris. Ja, ze proberen nu nog even in dit stuk van de game bijna alle minigames toe te voegen. Je hebt later nog 1 minigame en dan kan je gewoon vrij uit. Zoals het hoort. She needs me now. If only I could figure out how to go more than 10 feet with this thing. MJ said not to trust you. Red's a smart one. But you gotta make your own choices, kid. Oh, dit bedoel je met tweede gevecht, Sucky. Ja. Blij wanneer ik hier doorheen ben. Wat dan? Gaat het niet? Nou, ik ben geen fan van die rhythm games. Oh, dat bedoel je. Helemaal niet als ze werken in een golf. Want je kent waarschijnlijk wel Beat Saber, hè? Ja. Ja, daar zie je het aankomen. En hier heb je een golf. Dus komt het vanuit een golf naar je toe. Dus ja, het is heel kloten om soms die dingen te volgen van, oh, ze zijn nu al. Ik had in de tussentijd ook even gekeken naar die Alan Wake 2 game, een beetje de story daarvan te volgen. Yeah. Qua muziek kunnen ze mogelijk toch wel Game of the Year worden. Echt? Ja. Want Amityverse, dat zijn de games waar Alan Wake onder valt samen met Quantum Break en Control. Ja. Hun eigen band, genaamd de Old Gods of Asgard. Ja, je kan al nagaan, daar zit Thor en Odin in. Die maakt hele goede muziek. Iedere game in die franchise heeft letterlijk zijn eigen vocal song. Wauw. Maar ja, de story is weer net zo raar als de vorige keer. Dus dat is weer lekker meta. Fucking hell. En zometeen krijg je ook weer toegang tot een nieuwe vaardigheid voor Miles. Dat is right. En dan krijg je een teleport. En teleporteren is hartstikke leuk.
Zo. Boeien, boeien, boeien. Kom eens naar beneden. Nee. Zo. Oké, dat is niet netjes gooien met raketten. Klaar. Oké. Oké. Tering. Focus. Think Eiffel Tower. Nou. Zo ziet het er niet uit. Nee? Nu. Dat is wel jammer. Tower of Felicia. Nou. De Eiffeltoren. Ja. Wil je daar nog heen in maart, of niet? Als we tijd voor hebben, sure. Vanaf het hotel is het een uur. Ik denk dat we vast wel dat voor tijd kunnen maken. Daarom. Ja. We hebben hem ooit in het echt gezien. Mm-hmm. Dat wel. Nee. Oh, niet. Jij wel dan. Vaak genoeg. Ja, ben je ook helemaal tot de top geweest? Nee, dat weet je hoe duur dat is? Flink duur. Dat is 90 euro. Ja, voor wat eigenlijk is, ja, dat is best duur. Yep. Send it to Jonah. Wish me luck. You got this. Maar ja, heb je nu eindelijk in de gaten dat we hebben gestolen van Dr. Strange? Oh! My god. Yo, mental. Ja, je hebt inderdaad nu het zo zegt. Ja, je krijgt zo meteen een post-it note van Wong. Ja, nee, die heb ik al gehad. Ja. Maar het dingetje ging even niet branden, het lampje. Nou ja, ik heb gehoord dat jij minigames hartstikke leuk vindt, dus je krijgt weer minigames. What a face. Ja. Maar dan is het de laatste keer tot eigenlijk 90% van de game. Serieus? Ja. Zo. A brave young man, ready to experience the future first time. Nee, dan heb je nog, later krijg je nog één extra ding wat je kan doen over de hele game toe en dan kan je eigenlijk de hele game gewoon 100%. Nou, is de minigame alweer gewonnen. Heel goed. Ja jongens, waarvoor winnen we minigames als we niks, als we de prijs niet pakken? Ja, heel raar. Ik zie je anderhalf uur met het openbaar vervoer naar de fucking Eiffeltoren. Dik. Nou, goed bezig. About my future? Ja, je bent waarschijnlijk nu op Coney Island. Ja, ja, ja. Ja, dan heb je Quentin Beck, ofwel Mysterio. Ah. Ja, en die heeft ook weer zijn eigen missies. Je krijgt er wel het beste pak van. Want dan krijg je die viscom. En dan voor een Spider-Man kostuum. Oh god, is het echt ritme? Ja. Enjoy. Oh, nice. Ik kan het echt niet, hè? Nee, maar volgens mij is het tijd-based, niet hoe goed je het kan doen.
Het is ook niet dat je het ingedrukt kan houden. Nee, dat is zometeen zijn eigen ding. Dat is LT en RT. Ja, zo wil ik ook wel wachten op een attractie. Inzoomen en dan uitzoomen en dan ben je opeens in de attractie. Mooi. Nou. Dit is al voorbereiding voor maart. De eerste... De eerste achtbaan? De eerste achtbaan. Dus daar is de Spider-Man theme die aan het doen ben. Ja? Ja. Ik heb trouwens heel het plan al uitgeschreven. En ik had het de vorige keer al gezegd. Ik had heel het plan al uitgeschreven. Ja. Ik heb zelfs jullie trein hiervoor al. Voor de dag dat we naar je toe komen. Nou, wat dacht je van dat wij gewoon onderweg, dat wij ergens meeten. Ja. Dat al onderweg naar Parijs is. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar ik zat er ook al misschien aan te denken om gewoon een dag eerder naar je toe te gaan. Dat scheelt al één stop. Ja, dat kan. Ik had Breda als... met jullie allebei die trein kunnen nemen. Mm. Ik kan het echt niet, hè? Nee. Leuk ding, hè? Jezus. Hoe kunnen mensen ritme games? Vooral dat is een knappe GTA, of hoe heet dat? Guitar Hero. Mm. Ja, met Guitar Hero zou je op zich naar mijn mening nog wel proberen om dat te spelen. Maar ik denk dat games zoals wat je nu doet met Mysterio, ja, dat is echt iets anders. Dan zeg gewoon een vak apart. Dit gaat me veel te snel, dit. Mm-hmm. Jezus, ik kan het echt niet, hè? Ja. Oké, dat was hem, gelukkig. Echt, ik kan het echt niet, hè. Mm-hmm. Nee, jij zegt nog steeds ook 5 minuten, maar volgens mij is het 1 minuut of 10, hoor. 5 minuten. Martin Lee. Ja. Ja, nou weet je ook wat die Mysterium dingen zijn. Dat zijn gewoon battle challenges. Voor later. Ik geen verwacht ook dat je echt dat ik alle attracties ga doen van Coney Island. Ik denk echt van ja, mooi. Skip, 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 skip. Ga fucking dood. Ja, moet je weer tegen zo'n mooie bruut. Nee, dat nog niet eens. Hmm. Dat is wel weer typisch geweest. Gewoon, wil je op de Daily Bugle voorpagina komen, dan moet je iets Spider-Man gerelateerd erop zetten. Ja, het is en blijft J. Jonah Jameson, hè? Ja, sowieso, heerlijk. Dat is toch mooi? Mm. Hoppa.
Kijk, met heel veel dingen heeft hij ook wel gelijk. Alleen met Spider-Man zit hij verkeerd. Oh, ik kom nu de brute tegen, ja. Bam. Mooi. Nou, dan hebben we weer de jagers. Goed. Ja. Nee. Ja. Ik heb geen idee. Waarom zeg je nee? Zeg dat het klaar is. Ja, bijna. Make your way to the exit. Tering. Zweetklauwen, echt. I am very sorry. We will do our best to find out what happened. Till then. Miles. So what's up with that? Oh. Zo, nou even genezen, want mijn health is bijna weer negatief. Hi Pete. Cool shirt. Cool shoes. Really cool shoes. Cool everything, really. Hey Miles. Thank you. Guys, this is my best. Zo, nou dat gaat ook goed. He's back from overseas. He's back from Europe. Oké. Okay. Ja, he's back from Europe. Ja. Yeah. Europe is een. Is in een bad zitten met Venom, blijkbaar. Ja, ik vind het vooral grappig wat... Hij praat alleen het over Europa, maar ik ben er gewoon nog steeds benieuwd. Welk land? Welk land? Ja. Europa is toch één land? Fuck off. Nee, als je Amerika moet geloven, is het één land. Ja, dat is zo. Ja, ik ga naar Europa. Mooi. Wat ga je doen in Europa? Ja, Europa bezoeken. Ja. Duurde even, dan kunnen wij door. Jee, extra enemies. Oh nee, moet ik daar echt op een kermis gaan lopen? Ja, welkom op Coney Island. Of our childhood and the top three singles. Right, each of our favorite attractions. You have no idea who you're up against. Gelukkig hoef je maar een paar attracties te doen, je hoeft ze niet allemaal te doen. Nou, ik ga je schieten. Ja. Nou, inderdaad, dit is, is voorbereiding voor maart. And they're off. The great Coney Island Open returns after 3 years. And our returning competitors seem to be in the highest of spirits. Harry, what are you doing? Distracting you. Zo. Oh, that's dirty. Go, Pete. You're taking his side? I don't know. Schiet op. Van vandaag. Wat is het? Nou, nee, gewoon iemand die me snipte van een afstandje. Oh. Van 120 HP naar 0. 120 naar 0. Het is gewoon instakill. Yep. Holy fuck. Welke de gele zijn zeker die je moet doen? Ja, blauwe kan je skippen. Tenzij je denkt van, weet je wat, Jordi heeft een extra voorsprong nodig. Maar jou kennen de gele dat niet doen, dus alleen de gele. Ja, natuurlijk alleen de gele. Sodemiet erop. Als ik het casual zou spelen, zou ik wel meer doen, maar... Ja, waarschijnlijk is het ook een trofee als je alle attracties doet, maar ik denk dat je op later moment nog alles van Coney Island wel kan doen. Maar echt. Oh, ga ik racen? Kijk, eigenlijk iets waar ik goed in ben. Hoop ik. Zo, dat is lullig. Zo, dat is een bruut, of niet? Mm-hmm.
Tombstone? What is he doing? Yep. Nee, heel veel enemies van 1 zijn nu reformed of zijn dood. Tombstone is eentje die gereformd is samen met Mysterio. Weet je het. Oh, ik heb zo zin in die achtbaan in Disney. Mm-hmm. Oh, nu ben ik hier in de achtbaan gegaan. Fucking hyped. Ja. Altijd goed. Tuurlijk moet je vooraan zitten. Dat is het leukste wat er is, man. Mm-hmm. Af achterin. In het midden is gewoon leem. Ja. Nou, wat voor achtbaan is het? Is het een houten achtbaantje? Daarmee kan je het wel vergelijken, ja. Nou, eerst even kijken. Met welke achtbaan kan ik het vergelijken? Zo! Dat is een pittig incline. Tering. Mm-hmm. Keep your hands inside the vehicle. Zo, dat is een goede decline. Zo, dit kan nooit safe zijn, deze achtbaan. Nee, is het ook niet. Zit hier de fucking af, man. Het is wel volle man. Mm-hmm. Zo. Oh, je kan er ook uit, Peter. Mm-hmm. Op moment zegt de game ook gewoon, weet je wat, prima. Ja. Oh god. Het slaan op een bal, een ding? Ja. Oh, dat is natuurlijk RNG. Dat kan niet anders. Mm-hmm. Ik had liever buttermash gehad. Maar... Nou, het is een soort van timen. Maar je hebt maar één kans. Zo. Oh, je hebt maar één kans ook. Welcome to the Star Festival! Hallo! Mm. Oh, daar, hey! Ja, er is één quick time event die ik nooit kan halen. En dat is? Je kent toch wel die treinscène van Spider-Man 2? De Sam Raimi film. Dan moet je in deze game moet je dat doen met een achtbaan. Oh goed. Valt niet op hoor dat Harry ineens een bel naar de tyfus slaat. Nee, valt niet op. Zou die misschien iets met Venom te maken hebben? Nee. Zijn we klaar? Je hebt alleen nog een reuze gehad en dan ben je klaar met alle attracties. Waar de fuck? Oh, dat is hier. Ja, ik wil het afsluiten. Hey, I'm gonna let you two go ahead and be cute together. I'm gonna go see if I can win a couple more unicorns. Ga toch niet muilen, hè, jongens? Daar heb ik de perfecte uitspraak zo meteen dan voor. Ja, mij niet bellen? Nou, wacht even tot het gebeurt. Mm. Als het gebeurt, als het niet gebeurt. You look really happy. It's funny. Harry's getting a second chance, but I feel I'm getting one too. You two are gonna make a hell of a team. Zo. Verdomme. Did Jonah put you on the front page? You're gonna be an editor.
Zo, hoppakee. Nikla, hoppakee. Hunters and scorpions and explosions, oh my. Nou, ook weer gehad. MJ, yeah. It already has 5,000 views. I've got to write a different kind of story. It only has 5,000 views, no? Ja, ach, klein beetje maar, hè. Hey, come up with something. You always do. Thanks. Sure. And hey, if you need some help from your friendly neighborhood Spider-Man, I'd say we make a hell of a team too. Pa-pa-pa-dum-pa-pa-dum-pa-pa-dum-pa-pa-dum-pa-pa-dum-pa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 -
Ja. Boek een hotel! Trivago. Daar heb ik ons ding wel vandaan, ja. Ja. Ja, het is goedkoper. Ja, eens. Weet je wat dat vervelend is? Nou. Dat ik nu al plekken heb gevonden die goedkoper zijn. Ja, maar dat is altijd zo. Het is altijd gezeik. Tombstone. Ja, als je denkt van, hey, moet ik weer vechten? Ja, je moet weer vechten. Nou, Peter. Is dit waar jij met gesniped werd? Ja. Ja, daar als heb je natuurlijk geen last van. Nee, als je zo meteen een groene laser ziet, dat is de sniper. Goed. Nou, dat ook weer gehad. Echt, ik vind Spider-Man het fijnst. De normale Spider-Man het fijnst. Ja. Maar de beste aanval vind ik toch wel Miles zijn Venom power. Ja, moest er dat toch komen? Doet de meeste damage en tikt ook het fijnste door. Waarom? Ik ga compleet de verkeerde kant op. Alles goed. Ja. Hoppa, op je mel. Nee, ik moet van het ene eiland moet ik naar het andere eiland weer toe. Nou, dan moet ik toch ook zo? Ja, klopt. Maar je weet ook al, Spider-Man en zwemmen is geen combi. Nee, dat is helemaal zeker dus. Target is in mijn seat. Leuk voor je. Nu niet meer, nu ben ik je worst nightmare. Ja. Genezen. Nee, ik sla wel over. Nog meer. Gezellig. He's tough. So are these guys. Hunter, start your engines. And may the best spider win. Zo. Heb ik. Oh ja, ik moet ze verslaan. Ja, een van de dingen die je als Peter kan unlocken is een dash met zijn extra ledematen. Dus als je even weer skillpunten hebt, dan is het misschien handig om daar te investeren. Wat kan je? Een dash. Ja. Yeah. Dus hetzelfde wat Miles heeft met zijn Venom. Ja. Yeah. Kan jij ook doen met Peter zijn Iron Spider. Dat is een skill waarvoor je moet betalen. Oké. Okay. Dus dat kost skill points. Moeten we de party bijna, FYI? Nou ja, je zit exact goed. Ik bedoel, Bart kan wel lezen. Bart is nu net klaar. Maar ja. Mensen blijven kijken. En tot de volgende keer. Laat eens. Later.